Op vrijdag 17 augustus kwamen de deelnemers aan de 7e United Jeugdcup aan bij het NBC, het Nieuwegeins Business Center. De deelnemers van de 16 teams komen uit diverse landen, waaronder Finland, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Rusland en van de Ere- en Eerste Divisieclubs in Nederland. Sommige teams kwamen rechtstreeks vanaf Schiphol. In het NBC kregen zij een warme maaltijd voorgeschoteld en konden zij een beetje op verhaal komen van de lange reis. Wij spraken met Otto Katz, de coach van de Finse afvaardiging. Otto Katz, good evening from Finland. Good evening, nice to be here. What's the name of your team that you have? Our team is Kapulan Pallo and we're from Helsinki, Finland. Is it the first time in Holland? For our team it is, but the previous groups, Boris Born 1999 and 1997, they have been in Holland in some tournaments. What do you expect from this tournament? This is a strong tournament, isn't it? It's a great tournament, absolutely tremendous tournament. I think we'll play as good as we do in Finland, and as we'll try to do as well as we can. And I'm hoping we can measure our quality, how good we are. Ten slotte werden de deelnemers aan de gastgezinnen toegewezen, waarna zij van een welverdiende nachtrust konden gaan genieten.